Nou, je bent wat uh, kritisch geweest op uh, Nick de Vries. Heeft hij jou helemaal kunnen overtuigen dit weekend? Nou, aan het begin zag het er goed uit. Ik denk, dit wordt zijn weekend. Hij was snel, uh, de vrijdag, zaterdag zeker ook. Uh, kwalificatie, feitelijk staat hij voor zijn teamgenoot. Alleen ja, in de race ging het toch wel snel mis. Bij de start uh, zag het er niet goed voor hem uit. En toen zag je toch wel nog even het verschil met Sunoda in de pace. Ja, ja, Tsunoda was duidelijk uh, sneller, uh, vrijwel het hele weekend. Denk je nou dat dit overtuigend genoeg is om hem ook tweede helft van het seizoen in die auto te hebben? Nou, ik denk niet dat Niek zelf tevreden is. Ik denk dat Niek echt wel weet dat het beter moet. Uh, er worden zeker stapjes gemaakt. Dat zien we. Uh, die stapjes zijn alleen te klein op dit moment. En ik denk dat Canada weer een uh, belangrijke test voor hem wordt. Straatcircuit heeft hij natuurlijk, uh, of straten, waar de, in ieder geval een circuit waar de muren heel dichtbij komen. En dat is waar hij in de Formule 1 natuurlijk heel veel ervaring in heeft. Uh, dus hij, misschien is dat wel een circuit waar hij het verschil kan maken. Wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk dat het gewoon zo... Moeizaam is voor hem dit jaar. We hebben natuurlijk vorig jaar gezien dat het debuut in de buurt in die Williams was uitstekend. Pas die Williams ook wel heel goed bij Monza, waar hij het toen goed deed. Um, maar ja, Tsunoda heeft duidelijk ook een stap gemaakt. Is het nou dan dat Tsunoda zoveel beter is nu? Of ja, is, het, is het gewoon iets anders aan de hand met hem? Ja, ik vind het moeilijk uh, om te zeggen. Ik weet, Niek heeft echt kwaliteit. Dat weten we. Alleen wat we bij Niek zien is dat het wat te lang duurt. Uh, om er echt goed in te komen. en We hebben ook bijvoorbeeld bij een Schumacher gezien. Altijd, het eerste seizoen was altijd echt matig. Was ook in de Formule 2 bij hem zo. En dan het tweede seizoen, dan kwam hij wat meer tot leven. Dan wil ik niet zeggen dat ik Niek vergelijk met een Schumacher. Maar Niek heeft wel tijd nodig. Um, en ik denk dat Helmoet Marco dat ook weet. Denk je dat hij het nog gaat krijgen? In de Formule 1 weet je dat nooit. En bij Helmoet Marco weet je dat ook nooit. Maar hij moet gaan verbeteren. Dat weet hij zelf ook. Maar sowieso een weekend zonder uh, veel schade. Uh, wel een solide pace. In de zin van het consistent. Dat heeft hij zeker nodig.